Zo jongens, we zijn aangekomen in het mooie Groningen. En daar staat hij. Lammert. Lammert, met een lekker melkie. Ja, ja. Voor vanavond voor de pannenkoek. Zo is dat. Ja, het chitten. Ja, 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 ja. En we gaan op een groot meer vissen. En, de zijtak van het meer, we zitten eigenlijk op een groot kanaal. Met de boot, dus ja. Dat is hartstikke leuk. We worden bed even opgehaald en we gaan nu naar de stek toe. En we gaan er wat van maken. Dus gaat het visje uitkomen? Ja, zeker weten. We gaan het proberen. Mooi. Dat moet wel goed komen. Kijk, we varen nu weg uit de haven. Mooi rubberbootje die bij de boot ligt. Kijk, daar ligt hij. Op het hoekie. Lekker uit de wind. Prachtig. Nou jongens, ik ben al echt op een hele leuke manier ontvangen. Ah, dit is ook wel top hoor. Lekker vers bakje koffie. Zeker. Ik hoef helemaal geen spullen. Ik hoef alleen een kussen mee te nemen. Engeltjes liggen al in. Ik heb wat vissen net gezien wat er wel niet allemaal rondzwemt. Moet je kijken dan, wat een water ook. Door de wind liggen we nu op een stekkie achter het riet. Een beetje uit de wind. Dat het anders niet te doen is met de boot. En de hengels liggen. We gaan gewoon lekker bakje drinken. Ja, zo is het. Perfect! Ja. We kregen net een brasem aan, beetje. Ja. Helaas. Maar daardoor kunnen we wel het hengeltje even laten zien waar we mee vissen. Het onderlijntje. Met een goede kromme haak. Van tijgenoten.nl hebben we hier de bloedworm. En een bloedworm pop-upje eronder. Deze gevrept. En nou, je ziet het. Ja. De krapjes hebben al gegeten. Die hadden trek, ja. Ja. Ja, dat is goed. Dat met de rest komen ze niet bij. Nee. En een helikoptersysteempje. Een helikoptersysteempje. Dan gaat hij ook niet in de war. Ligt hij altijd goed. Ja, perfect. Zo vissen, zitten we met alle lijnen, zeg maar. Met de ene een bloedworm op en de andere een helibut. Tijgenoot, van tijgenoot.nl uiteraard. Natuurlijk, hè? Dat kan niet anders. Nee, in Groningen lusten ze alleen met eigennotenkoop.nl. Ja. Dus dit moet het doen. Yes. En heeft het ook al gedaan. Maar ja, toen was shit er nog niet aan boord. Nee. Ja, we gaan nu even uitvaren met de boot. Dus ik neem jullie mee. En dan kunnen we ook laten zien hoe dat er allemaal aan toe gaat. We komen nu aan bij het rietveld. Kijk, hier wordt hij mooi neergelegd. We voelen of het hard is. Je ziet het, zo groot diep meer, maar helemaal niet diep vissen. En een lekker tegen het riet langs de kant. Ja, een enorme schoolhoek. En dan ligt hij weer perfect. Snelle operatie zo, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat werkt super. Ik ben normaal lekker aan het peddelen. Ja. Daar ben je lang mee bezig. Ja, deze peddelt voor ons. Ja, dat is een hele goede peddel. Wat een chaos. Deze hengel gaat er vandoor. Kijk, vis, hij trekt helemaal het wijd op. Oeh, even eruit. Nou, je staat er weer op. Ja, jongens, dat is fantastisch. Niet te stoppen. Sterke vis. Die kromme stoppen. Oh, nee. Kromme toppen niet te stoppen. Ah, kijk. Ja. Ja, dat zijn ze. Lekker uit het bootje. Heerlijk zonnetje op ons gezicht. Wat wil je nog meer? Kijk, mooie schuppie. Oh, dat is ook een mooie opmaat trouwens. Ja, hij is nog niet klaar hoor. Hij is nog niet klaar, nee. Nou, dan val je met de neus in de boter. Zo. Als ik hem zo, als ik hem net zag, is dit volgens mij de dikste die ik tot nog toe gehad heb. Ja joh. Ja, lijkt het op, maar ja. Hij is best kort, maar hij is dik. Ja, hij is kort, ja. Ja, hoeveel beter wordt het niet hoor. Mooie visje. Ik hoop het wel. Een mooie spiegel zou wel mooi zijn. Ja. Het wordt nog veel mooier wordt het. Ja, dat is toch perfect? Ja. En hey, kijk eens. Daar vis in het bakkie, zeg ik dan altijd. Mooie vis is het. Ja. Hey, goed gedaan, jongen. Kijk eens. Gekke huis.
Lekker hoor, precies tijdens de uitvaren ging die. Dat was even chaos. Ja, er kwam er ook nog een boot aan. Maar ja, we hebben een professionele chauffeur, dus het ging helemaal perfect. Mooie vis, we gaan terugvaren naar de boot en dan gaan we die laten zien. Oké. Okay. Is een beetje gestrest. Hij is nog een beetje... Dat is ook normaal. Mooi dik buikje hoor. Hij is echt super mooie vis. Ja. Helemaal puntje gaaf, je ziet het, die rugvin staat helemaal omhoog. Ik lig hier al een week. En dit is de dikste die ik tot nog toe hier uitgekomen heb. Die heb ik speciaal voor jou bewaard. Ja, die heeft daar gewoon liggen wachten. Echt een super mooie vis. Mooi dik en helemaal puntje gaaf. Gewoon een super lekkere drill in de boot. Ja. Ja, dat bootvissen. Misschien ga ik zelf ook nog een boot kopen. Nee. Wou je de andere kant nog laten zien? Of, ja, ik zal hem even van het andere kantje laten zien. We kunnen hem weer repareren. Juist. Even rustig worden. Mooi vis. Echt een super mooie vis. Nou jongens, we gaan even een mooi fotootje maken. Misschien al eventjes wegen. Zo, bootje vol. Wat bloedborm, wat tijgenoten. Wat wil je nog meer? Straks lekkere pannenkoek. Ook ja, dat is waar. Zo. De trouwer vol. De trouwer vol, dan gaat verspreid voeren. Kleine pelletjes. Klep dicht. Gas erop. Jongens, inmiddels is het etenstijd. En voor de variatie is een keer wat anders dan een burger. Wat hebben we? Een pannenkoek. Oei, wat lekker. Echt wat Hollands. Lekker. Echt super Hollands. Gewoon alleen lekker melkje erbij. En kan die. Ik zei de eerste pannenkoek mislukt altijd. Dan was jij het niet mee eens, hè? Nee. Nou, we gaan het zien. Ja, jongens. Jullie mogen kiezen. Is deze pannenkoek gelukt of mislukt? Hij is niet meel. Dat ben ik met je eens. Maar straks gaan we nog even over de smaak. Oké, daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. Zo, de eerste pannenkoek heeft hij al op. Ja. Was die lekker? Hij was perfect. Oké, hij was niet helemaal heel, hè? Nee. Maar hij smaakte wel. Hij smaakte daar perfect. Gaat het om. Dus nu gaan we kijken naar de kookkunst van Het begint wel te ruiken, hè? Oh, kijk. Hey. Eerste klas. Valt helemaal niet tegen. Nee, dat is heel goed zelfs. Nee, dus jongens, als je me nog wil inhuren als pannenkoekbakker op je feestje, mijn nummer krijg je niet, maar het kan wel. Facebook. Ja, zoek maar op Instagram. Ja, zo is het. Oei. Oei. We krijgen beet. Het zonnetje gaat onder en... De vraag is... Ja, brazen. Of niks. Oeh. Er zit niks aan. Zonde. Een condoom. Nee joh. Nou. Ja, het lijkt op een condoom. Ja, het lijkt er wel op, ja. Nee, het is papier. Gelukkig. Oh, wc-papier. Nou, zal er vast wel weer schoon zijn. Je komt wat tegen het openbaar. Ja, precies. Nou jongens, je weet het. Doe het altijd veilig. Ja. Voordat je het weet wordt je condoom eruit gevist. Nou jongens, de lampjes, alles ligt klaar. En gaat vangen worden hè, vannacht. We zijn er klaar voor. Die grootmoeder die komt nog langs, denk ik. Ja. Jij bent aan de beurt, dus daar komt die. Oh, oké. Dat zou mooi zijn. Maar de hengeltjes liggen er goed bij. Ja. Nightlightjes aan. Schepnetje in de boot. Laat me komen, hè. Ja, zo laat me komen. Gaan we even in de boot. Kijk jongens, is dit nou een luxe of is dit een luxe? Hier, ga je dan zo meteen gewoon lekker liggen. En wat je dan gewoon kan doen, is gewoon even een sessietje van DW kijken, hè? Ja, wat even opzetten zometeen. Zo. Dan hebben we daar nog licht. Groen. Ook nog, groen licht. En als we echt licht willen hebben... Ook nog licht? Ja joh, het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Ja, mooi wordt het niet, hè? Nee. Wat is? Muggenjacht. Oeh, Einde operatie. Einde operatie. Helaas overleefd. Helaas, gecondoleerd. Ja, het is muggenjacht. En we gaan natuurlijk... Oh, waar staat die? Ja, niet, stiekem niet de code filmen. Gaan we eens even naar het belangrijke werk toe, jongens. Deel 1.
zegt hij nou weer? Doorgaan. Zoeken. Daar staan ze al. Ja, ja. Aflevering 1. Vind je dat de 12 provincie challenge. Kijk eens. Kies nou, Chrome. Hoeveel mooier wordt het niet, hè? Perfect. Zo. Een hele goede morgen. Het had minder goed nieuws. Ja, vreselijk niet. Nou, ik had het niet verwacht dit hoor. Ik zou je zo laten zien wat er gebeurd is. Oké, okay, daar ben ik benieuwd naar. Wacht, deze. Zo, maak ik. Oei. Schoon leeg. Allebei. Allebei. Ja. Zo. Die zaten er niet. En twee zaten nog een klein stukje. Dan vang je niks, hè? Nee, nee, zonder aas vang je niet. Alles een nieuw in leeg nu, dat is de laatste. Oh, zo. Ja, en ik lag lekker nog te slapen. Ja, lekker te slapen. Ja hoor, dat is goed geregeld. Ja. Heb je er niks van vernomen? Waarvan? Dat ik die hengels en zo gedaan heb? Niet zoveel. Nee, nee, dat is beter. Daarom deed ik de deur ook dicht. Nee joh. Zijn we wel een mist. Niet normaal, je ziet geen hand voor ogen. Bizar. Jongens, een lekker broodje ei. Bakje koffie. Dat ze goed wakker worden 's morgens. En zo meteen nog een harde run. Ja. Dat ja, is dat mooi, hè? Oei, oei, oei. Hé, top. Super. Dankjewel. Ja, dat is lekker hoor, jongens. En dan ook nog het water die er super rustig bij ligt. Wel misten. Niet normaal. Meteen gaan we even naar de mannen van tijgenotio.nl. Dus, gaat helemaal een mooie dag worden. Zo, jongens. De hengeltjes zijn eruit. De piepjes gaan er ook allemaal uit. We gaan richting de kant. En dan, ja, helaas geen visje meer, hè? Ja, een mooie brasem nog. Ja, ja, zeker. Fantastisch. Een hele grote. Een hele grote. Past in één handpalm. Ja, ja, ja. Gewoon ja. De hengel kromtek. Gekkenhuis. Het was een heel gestoei, maar hij is op de kant. Echt, het duurde heel lang. Maar, ja, hij staat er. Ah, zo lijkt hij groter dan in het water. Ja. Mooi ding, hoor. Ja jongens, koffie, dat is lekker. Want waar zijn we aangekomen? Bij de tijgenoten. Ja, 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 ja. Dus we gaan zo eens even een kijkje nemen in de loods. Of ze hier nog een beetje aan het werk zijn. En dat gaat goed komen. Ja jongens, we zijn bij de mannen van tijgenoten kopen. En ja, hier bestellen jullie alles. Maar als je het zo ziet, hoeveel van die blauwe bakjes het zijn. Niet normaal joh. Allebei de kanten. Je kan alles halen, van pop-ups tot... natuurlijk ook gewoon klein materiaal. Wat hebben we hier? Zelfs een snoek. Ja, het is fantastisch. Mooie spullen. Hier liggen natuurlijk bollen, tijgers. Alles wat je nodig hebt. Als je dat dan zo ziet, denk je nou, ik krijg een paar zakjes thuis gestuurd. Maar dus, er liggen er hier genoeg. Niet normaal. Ja jongens, alles wordt vers bereid. Zoals je ziet, het is gewoon nog hartstikke warm. Lekker. Wat zit hierin? Hier zit mais in, gele mais. Gele, moet nog kopen. Gele mais. Hij kookt nog niet. Ja, dit zijn onze echte units. Zo op gele mais. Bizar. Ja. Dan kan ik met mijn pannetje niet tegenop. Nee, moet je heel veel keteltjes koken. Ja. Ja. Zo. Ja. Mooi spul. Hier zit 5500 liter in totaal. Echt? Hoeveel kilo kook je dan in één keer? Ja, we kunnen op een dag 3 ton koken. Zo. Ja, ja, dat is echt... dat is gek huis, echt stevig, ja. Ja. Ja, ja, dan krijg je er niet doorheen. Nee. Maar je moet nu even opwarmen en dan half uurtje koken ongeveer. En dan gaat het eruit. Daar liggen ze jongens, de knallers. Bloedworm Halibut. Alle diameters. Scopex. Waar gaan we nu heen? Dit zijn ze joh. Nog een bak vervangen, dan moet je deze hebben. Tijger in het kruisje. Zo zie je, heel rijtje vol. Allemaal bollen. Ja jongens, daar gaan ze. Weer heel wat bestellingen. Niet normaal. Ja jongens, dat was alweer de video in het mooie Groningen. Leuke keertje bootvissen en weer bij de gasten van tijgenotenkoop.nl langs geweest. Vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer voor meer. Volgende week Friesland. Let's go.